Goedenavond. De naam is Peer Broekloos. En ik heb geen goede zin vandaag. En dat komt, mijn vrouw is tegenwoordig telepathisch begaafd. Ja, die kan al vanaf 5 meter afstand het bloed onder mijn nagels uithalen. Ja, ik ben net binnen en ik sta in de keuken me een beetje bij te komen. Vat ze me in een keer rum in het middel. Zegt ze tegen mij van, Peer, schat, zullen we vanavond eens een ander standje proberen? Ik zeg, nou, dat lijkt me wel wat. Nou zit zij elke avond met een fles bier voor de televisie en ik sta te strijken. Ja, lach maar. Ik denk, nou is ze onderhand uitgemaald, hè. Ach niet. Tjonge, jonge, jonge. Dus is ze tegen mij van, Peer, in al die jaren dat wij getrouwd zijn, hebben we nog nooit meegenomen naar iets duurs. Toen heb ik er s'avonds meegenomen naar een tankstation. Nou, ik heb die zeilmand op het logeerbed kunnen liggen. En ik lig in dat logeerbed. En in de keer stond ze me wakker van, Peer, 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 Peer. Ik heb een nachtmerrie gehad. Ik heb gedroomd dat ons moeder tot aan de navel in het beton stond. Ik zeg, dat is toch geen nachtmerrie, jij hebt gewoon te weinig beton besteld. Ja, en dan moet ik wel even zeggen, mijn broer, hè, die heeft zijn vrouw leren kennen via Marktplaats. Ja, hij was op zoek naar een waakhond. Ja, die heeft hij gekregen, dat zou ik maar zeggen. Vorige week en zaterdag was hij wel langer in de kroeg blijven hangen. Ik belde hem zaterdag eens op. Ik zeg, jongen, hoe is de ruzie met mijn vrouw afgelopen? Ja, zit die moeder, ik de littekens laten zien. Maar ja, helaas, mijn broer zit er niet meer bij. Nee, die kwam ik gisteren tegen en hij zit tegen mij van, Peer, je rooit het nooit. Ik kom vandaag wel eerder thuis van mijn werk. Ik loop bij mij in de slaapkamer binnen. Ligt daar bovenop mijn vrouw een grote gespierde naakte neger. Ik zeg, en wat heb je toen gedaan? Hij zei, ik heb ons vrouw eens diep in de ogen aangekeken en gezegd van, ik heb altijd al gedacht dat je me besodemieterde, maar nou heb ik het zwart op wit. Nou, ik heb vervolgens rap naar huis, hè, en ik heb weer net op tijd het eten klaar en de toffel gedekt. Komt een vrouw binnen, ze is tegen mij van, Peer, zal ik opscheppen? Ik zeg, nee, dat hoeft niet. Ik zeg, ik geloof jou zo ook wel. Dan zit ze tegen mij van, Peer, godsamme, het is verrekte kou hier binnen. Jij hebt zeker die verwarming weer eens niet aangedaan. Ik zeg, natuurlijk niet. Ik zeg, ik ga niet stoken in een goede huwelijk. Dan zitten we net uit te eten. Begon ze gelijk weer te mouwen. Ja, zegt ze, van, Peer, ik vind dat wij moeten bezuinigen. Dus voor jou, s'avonds, na het strijken, geen bier meer, vriend. Ik kijk diezelfde avond de bankafschriften al. 120 euro aan make-up. Ik zeg, jij bent een mooie. Ik zeg, ik geen bier meer en hier, 120 euro aan make-up. Ja, maar, zegt ze, Peer, dat is ervoor dat je me mooi vindt. Ik zeg, waarvoor denk je dat dat bier was? Ja, toen begon ze me weer zo telepathisch aan te kijken. Ik heb gelijk mijn jas gevat en ik ben hier naartoe gekomen. En nou hoop ik dat ik ze vanavond niet tegenkom, want dan ben ik nog niet jarig. Hey Peer,
Oh, schat, ik kom eraan. Lieve baars en bazinnen, laten wij je horen voor Peer Broekloos.